zijn wakker geworden en is ons ontbijt. Ik heb een vegetarian patty met wat groenten en eitje. Farang hetzelfde, maar dan met sausages. Wat was het plan voor vandaag, Farang? Eten? Ja, het eten. We rijden naar Durban toe, naar de city. Naar de airport bedoel ik, sorry. Naar de airport en auto inleveren. En dan gaan we vliegen naar Cape Town. Onze last destination in Zuid-Afrika. En blijf een weekje goed omgeving verkennen en zo. Voordat we doorvliegen naar onze volgende bestemming. Zin in. We zijn op Durban Airport. Nieuwe vlucht. We vertrekken naar Kaapstad vandaag. That's the story of our life. Heel veel tijd op airports doorbrengen. Zo door. Hier heb je de living room. Dit was een beetje denken aan Melbourne. Het keukentje erbij. En het toilet en douche. Super chill. Ben je blij, Farai? Super blij. Ja, ik ook. Goed uit. En ik hou van Airbnb. Wat? Ik hou van Airbnb. Ja, echt zo'n goede website gewoon. Nee, los daarvan. Gewoon, helemaal... als je veel reist, op een gegeven moment, in de eerste keer vind je die hotels allemaal leuk. Oh, luxe en wat voor je schoongemaakt en bla bla bla. Op een gegeven moment heb ik gewoon gehad, want alles gewoon. Maar dat is nou maar uit te lachen. Op een gegeven moment gehad, want alles gewoon hetzelfde. En je mist gewoon je eigen keuken, je eigen ontbijt maken van mijn Kellogg's. Die is gewoon heilig namelijk, in de ochtend. Mijn Nutella broodjes. En dat is super chill. En vooral dit, het is gewoon helemaal nieuw. En je hebt net zoveel voor als een hotel, of misschien minder, denk ik. Ja, dan heb je gewoon... Evenveel als een hotel, denk ik. Dan heb je gewoon privacy, ja, dat is het verschil. Gewoon een eigen appartementje. En zo is het gewoon nieuw. Ik denk dat we wel geluk gehad hebben, hoor. Want de meeste dingen die voor deze prijs hebben, veel meer uit. Dus, ja. Wie heeft gewonnen, Farang? Wel voor credits geven, hè? Nee, ik had gezocht. Is niet waar. Ik had gevonden. En ik ga daar zo, elke avond, mijn serietjes checken. We zitten hier bij Hudson Burgers. Blijkbaar een van de betere burgertenten in heel Zuid-Afrika. En het was ongeveer 50 meter lopen van ons appartement, dus dat kon ik laten. Het eerste opvalt dat het iets gemixter is, dus wel wat Europees uitziet en wat gemixter. Want eerst zien we hier blanke mensen die waiters zijn, dus serveersters. En ze weer donkere mensen. We hebben nu eigenlijk de afgelopen 2-3 weken niet gezien. Overal wel donkere mensen die het werk deden, wat best wel raar aanvoelde. De blanke mensen hadden vaak toch de baas bij hotels of zo plekken. Dus ja, het ziet er wat beter uit. Je ziet er gewoon mensen skateboarden, fietsen. Echt een beetje op Melbourne. We hebben echt een beetje gevoeld of je toch voor Melbourne achter locatie zijn. Maar met de Cape Town berg op de achtergrond toch, lijkt het heel anders uit. Maar laten we een andere keer zien als het mooie weer is. Dit is hoe het eten eruit ziet. Ik heb de beef patty burger. Marcel heeft de vegetarian burger. Met heel veel avocado bovenop. Oh, voor mij een hele avocado. We gaan proberen. En sowieso hebben we... Goedemorgen allemaal. Ja, trouwens, het is niet echt 's ochtends meer, maar we zijn al 2 dagen in Kaapstad. We vonden het appartement zo chill dat we gewoon de afgelopen 2 dagen niks hebben gedaan. We hebben gewoon thuis gezeten, een beetje video's geëdit voor Awesome World Trip. En we zijn eindelijk klaar voor om lekker het huis uit te gaan. We gaan de stad verkennen. We gaan Seapoint en Greenpoint en een beetje langs de waterboulevard volgens mij daar. En ja, een beetje spannend, want we weten niet of het, ja, of het hier echt veel veiliger is dan Johannesburg. En Farang is nu al van. Alleen niet met de, ik ga niet met mijn camera rondlopen meteen. Ja, en ook mijn mobiel laten we thuis, want ik neem geen tas mee. En de tas is al een keer iets uitgestolen. Ja, klopt. In China. Dus misschien niet zo veilig om mee te nemen nu. Dus ja, ik heb er zin in vandaag. En ik neem jullie vandaag mee naar Kaapstad in het centrum. En boulevard wat allemaal te doen is en te zien valt. En ik hoop dat jullie ervan genieten. Het grappige is dat Cape Town er bijzonder Europees slash Australisch uitziet.
Als je vanuit deze straatje kijkt, gewoon die tegels er echt zo in ergens erop kunnen zijn. En de omgeving is gewoon weer een beetje Australisch-achtig. De wind is aan het dicht hier, maar jij ziet er echt apart uit om hier rond te lopen. We zijn nu al ondertussen drie keer aan het lopen, zo of een uurtje. We zijn echt heel snel door het centrum gelopen. Ja, het lijkt niet zo heel groot. Ja. Maar het is heel erg rustig overal. Als je kijkt om ons heen, dus zaterdagmiddag ook in het centrum. Een, ja, goed iets is of, ja, of ons onveilig moet voelen. We zien bijna geen mensen op straat. Nee. En het is heel raar. Het is een grote wereldstad en best wel dood eigenlijk. Klopt. We lopen richting het strand. Dus je kunt daar een mooie zonsondergang checken vandaag. We zijn hier bij deze voetbal als we nog geen niet gevonden hebben. Heel apart, het ziet chaotisch uit, maar het eten best voor reviews online. En al het kind of Indian food die we hebben, dus we hebben best wel. De versen die hier brood aan het maken zijn, zijn ongelooflijk. Zo goed door de achteromgeving, laat eigenlijk alles vers maken. Ook in die kant, waar ze even masala dosa besteld. Zo goed uit hier, heel druk. Met alle tafeltjes. Ja, we hebben zin. Dit is hoe het eten eruit ziet. Die banaan is echt heel heerlijk vers. Iemand heeft het al geprobeerd? Oh nee, ik niet. Mijn sipkebab ziet ook echt heerlijk vers uit. Er staat curry met rijst. Het kost echt serieus letterlijk niks. Het kost in totaal nog niet $15, dat is ook €10. Emotional proceeding. Better Call Saul kijken. Jimmy McGill has worked tirelessly to build a practice that helps in under. We zijn onderweg naar de Robben Eilands. We gaan de gevangenis van Nelson Mandela bezoeken. En het is jammer genoeg wel een tour. Je kan niet in je eentje daar rondlopen. En ja, het is een guide met een hele grote groep. En dan hopen dat je wat hoort dat de guide vertelt. Maar je kan dus niet alleen rondlopen. Beter dan niks. En ben benieuwd. Ahmed Katra, the slave trade, just to name a few. They used to work here at the limestone quarry. There were about 30 to 32 political prisoners. They were told they'll be working at this quarry for 6 months. But the 6 months turned out to be 13 and a half years. And the reason for working at this quarry, there was no reason at all. It was a way to keep them busy or isolate them from the other political prisoners in the other sections inside the maximum security prison. They were working at this quarry 5 days a week, hospital. And then on your left hand side, you have the sporting fields. It was built by the prisoners for the prison wardens and their families. Back at the maximum security prison, the political prisoners had their own hospital and their own sporting fields. Today on this village, we have about 200 residences. Some are ex-political prisoners and some are Robben Island staff. They live with their families. The reason for them to leave you on this island is because some of the ex-political prisoners, they're not from around Cape Town. So they don't have houses on the mainland. And it's much more cheaper to leave you on this island. And it's much more safer than the mainland. And the ex-political... This is vanuit Robben Island over Cape Town. Helaas is het tafelgebergte helemaal onder de clouds. Normaal zou het misschien uitgemooien zijn. En blijkbaar zijn er niet zo heel veel sharks hier in het water. Ongeveer 11 kilometer zwemmen. Dus kan net gemak uit. Vroeger werden de prisoners al bang gemaakt. Sorry, ja, maybe. Ja. We lopen hier in de cel van Mandela. Het is hier echt een. Dit is waar Nelson Mandela 18 jaar van zijn leven heeft doorgebracht.
is zo'n binnentuintje waar de gevangenen dan even naar buiten mochten voor frisse lucht. Of zelfs hier lieten ze hardwerken, stenen kapot maken of cement maken. Dus ja. De tour is net afgelopen. We lopen weer terug naar de boot. Op het eind nog even vragen gesteld aan degene die ons een tour gaf. Het was blijkbaar een ex-prisoner die dus ook vast had gezeten. Ook samen met Mandela, toch? Ja. Een tijdje. En we vroegen ons heel erg af hoe het in godsnaam kon dat die mensen geen grudge holden tegenover witte mensen. Want hoe je het ook bent of keert, de witte mensen hier hebben nog steeds veel geld. Hebben nog steeds heel veel in handen. En hebben meer geld. En terwijl deze mensen hier nog steeds in poverty wonen. Op het eilandje. En we vroegen dat aan hem. En hij zei nog. Hij vertelde dat toen ze net vrij waren gekomen, hadden ze plannen om mensen te doden. Maar en toen niet, nee. Toen ze gevangen waren gekomen, waren ze van plan om mensen in Haag te halen. Klopt. Dat ze ook gewoon die mensen terug wilden pakken. Maar tegen de tijd dat ze vrij kwamen, waren ze, hadden ze een soort van peace gevonden. Ja. Met zichzelf ook. En hadden ze het nog geaccepteerd. En wilden ze zich meer focussen op toekomst en dat heropbouwen van hun land. En ze wilden zich niet meer focussen op wat er gebeurd was in het verleden. Maar goed, wat vroegen we nog meer van hoe het voor hen mogelijk was om hier op het eiland te blijven wonen. Want heel veel van die ex-prisoners bleven hier op het eiland wonen. Dat kwam dus omdat zij in principe niemand hadden in de mainland. Ze hadden geen huis, ze kenden geen mensen, ze hadden geen geld. Dus bleven ze wonen in de huizen van... Prison guards. Ja, de prison guards. En er was serieus een tijd dat zij dat deelden met prison guards. Want die bleven hier ook wonen, die bleven samen met hen werken. Dus dat was heel apart. En ja, dat is wat hij uitlegde en dat was heel bijzonder om te horen. En het was een mooie ervaring, vond ik. Dus als je in Kaapstad bent, kom je zeker naartoe, is het waard. Alleen heel erg jammer, het is heel druk. Je hebt echt tijd voor jezelf om alleen rond te lopen. Je hebt echt zo'n tour. Het zijn echt hele grote groepen en het is lastig om bijvoorbeeld vragen te stellen, dingen die je wil weten. Je moet maar wachten tot je aan het eind een moment krijgt met die guide. Maar heel interessant. De Theelman is erachter en de zon gaat bijna over. We zijn echt aan het haasten. We zijn in een food court beland bij de V&A Waterfront. Er is echt zoveel keuze. Je kunt hier gewoon echt alles. We zijn op zoek naar eten waar we zin in hebben. Een beetje rondlopen en kijken of het tegenkomt. Ik geloof het of niet, maar we hebben serieus KFC lopen eten. Wat lieve vader hier zin in had na lange tijd. Een beetje saai vanavond, maar ik mag niet klaar, want het was toch best wel lekker. We hadden de boxmaster, wat we in Nederland niet meer hebben, al heel lang. Dus toch wel genoten.